Ja, na een hele brutale truc plundert dit drietal de bankrekening van een dame van 80. Hoe brutaal, dat ziet u hier. De drie slaan toe bij de Albert Heijn aan de Huizenweg in het centrum van Blaricum. Op maandag 20 oktober, aan het eind van de ochtend, neemt de dame hier rechts in beeld uitgebreid de tijd om de groenten en het fruit te keuren. Let op de man en vrouw achter haar bij het schap met tijdschriften. Zodra de oude dame in beweging komt, blijven ze in haar buurt. De twee werken samen met deze man met bril en schoudertas die hier de supermarkt binnenkomt. En hier zien we de drie samen. Op weg naar de kassa. Waar de dame van 80 op haar gemakje de boodschappen op de band legt. Ze heeft geen idee dat ze door het stel achter haar in de gaten wordt gehouden. Ondertussen loopt de man met bril naar zijn post. Terwijl hij op de uitkijk staat, rookt hij rustig een sigaretje. En als binnen alle boodschappen zijn gescand, pakt de dame haar bankpas. Let op de subtiele hoofdbeweging van de man achter haar. En de pincode is binnen. Dan is het tijd voor de echte actie. De man met bril spreekt de dame aan in slecht Engels. Daardoor heeft ze niet door wat er achter haar gebeurt. Weg portemonnee en weg bankpas. Ja, pas op voor dit soort trucs. Die mevrouw had nou helemaal niet door dat ze was bestolen. Totdat de bankalarm sloeg over verdachte geldopname. En toen waren deze drie al duizenden euro's rijker ten koste van hun slachtoffer. Wie herkent het drietal of heeft ze misschien vaker gezien? Bij de Albert Heijn aan de Huizenweg in Blaricum, waar ze 20 oktober, dat was net na de herfstvakantie, toesloegen.